Voorzitter, madame la président, commissaris. Terwijl de prijzen in de supermarkt de pan uit reizen en de energierekening daadwerkelijk door het dak gaat, blijft de ECB weigeren om in te grijpen. We horen eigenlijk het ene excuus naar het andere. De inflatie is maar tijdelijk, er is meer data nodig om te analyseren of de renteverhoging lost het probleem niet op. En waar de economie met tekorten kampt, heeft de ECB in ieder geval geen tekort aan excuses. En voorzitter, de ECB heeft wat mij betreft maar één taak. En dat is zorgen voor de prijsstabiliteit. Stijgen de prijzen te hard, dan moet de centrale bank ingrijpen. Maar na maanden van hoge en toenemende inflatie blijft de ECB nog altijd op haar handen zitten. En voorzitter, het is hoog tijd dat de ECB dit probleem eindelijk aanpakt. Door het monetaire beleid te normaliseren, door te stoppen met geld te printen en door de rente te verhogen. Alleen zo krijgen we de inflatiegeest weer terug in de fles. Dank u wel.